is Jessica en ik ben een hele goede vriendin slash zus van Karin. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele, hele goede morgen en van harte welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag, tweede kerstdag. Ja, je raakt door die dagen, raak je door de war. Het is 11:41. Karin en Roderick, die kan ik elk moment verwachten, want ze heeft al gebeld. Het waren ze al op de rondweg, weet ik van waar, bij Alkmaar in de buurt, weet ik veel. Dus ik ben rap snel aan het werk gegaan. Ik ben blij dat ik gisteren de afwas al heb, tenminste vannacht de vaatwas heb laten draaien, dat daar schoon is. Ik heb alles open, alles ligt er aan. Ik ben netjes gekleed weer. Ja, ik heb altijd wel mijn fikstand. Ik was beneden dat ze belden om de kachel aan te doen. En de televisie aan te doen. En mijn computer aan te doen. En het licht al zo voor staan te doen. Dan ga ik meestal nog even terug naar bed. Maar dat kon niet. Ik denk altijd, maar dat zijn ze hier ook elk moment, weet je. Dat duurt een klein half uurtje. Ik denk, nou, dan ga ik me rap aankleden en op wassen, aankleden, opmaken. Ze zijn er nog niet. Ik ben met koffie bezig voor mezelf. Hun lussen geen koffie. Hun drinken thee. Maar ik moet koffie. Kijk, wakker worden. Ja, toch? Maar in ieder geval. Ze zijn er nog niet. En we wachten gewoon af, hè? Maar ja, ze kunnen de auto hier ook moeten parkeren, op de voorkant, maar ook hier opzij, op de stoep. Of, wat ook kan, hierachter is ook nog een parkeerterrein en kan een kleine parkeerterrein. Dan kan ik hem ook neerzetten, maar dan zie ik ze niet aankomen, hè. Nee, hé, hey, kan dat. Ook een goede morgen. Hé, hey, poetske doen. Hé, hey, poetske doen. Hé, hey, putske doen. Putske doen. Putske doen. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie tweede kerstdag. Ga ik ook doen. Met mijn liefhebbende dochter en schoonzoon. Zwart hun niet wezen. En jullie al wel, ze krijgen straks cadeautjes. Ja. Dat weten ze niet. Nee, vind ik leuk. Water heeft gekookt. Zo, lekker bakje koffie erbij. En dan gaan we lekker daarop zitten. Maar dan moet ik wel door kunnen. Zo. Ja toch, je moet wel door kunnen, anders gaat het nog allemaal fout en mis. Het maakt niet uit, ik ben er. Hé? En het wil met zijn oogje op me niet goed. Dat ik ga morgen mijn oude kleren aandoen. En ik ga naar de dierenarts toe. Dan bind ik hem aan mijn vast. Want ja, ik moet eens goed mobiel, want het is toch nog een pittig eentje rijden. En dan ga ik naar de dierenarts toe. En die moet maar even ook kijken ook naar zijn kanaalklieren of anaalklieren. Ik weet het niet. De ene zegt anaal, de ander zegt kanaal. Ik weet het niet. Die moet uitgeknepen worden. Ja, ik hoop dat Karin het lukt. Ik zal het die straks vragen. Als die het niet lukt, ja, dan doe ik het. Dan moet ik het. Moet ik weer geld uitgeven. Maar ja, het is niet anders. Ik heb net de dierenarts afbetaald. Dus daar ben ik vanaf. En dan is de volgende aan de beurt. Maar ja. Dat is zijn ogen nakijken, zijn oren, dat doe ik doen we zelf wel, maar eerst moet die oog over zijn en zijn kleren even uitgeknepen worden. En dan zien we het wel weer, zou ik zeggen, toch? Maar oké, okay, ik zou zeggen, geniet van alles, doen wij ook aan deze kant. Als we straks er zijn, ja, wat ik zou zeggen, tot strakjes, dan pak ik de camera wel weer. Als we ze eraan komen. Ja toch? Ja hoor, doen we gewoon. Groetjes, doei doei.
Ja, lieve vrienden, en wie zijn er op bezoek? Jullie wisten het al, ja, ja. Karin, die staat hier met het etenketanus en de suikertanus. Ja, ik mag gaan opruimen. Oh. Nee, je moet er meer visite als je zaken moest. Nee, dat betekent vreugde, schat. Ja, vreugde of visite. Ja. Nee, en als een kat zei voortdurend zit te wassen. Dan komt de koning. Komt er visite. Kijk, het is suiker. Ja, want zoutmors is ruzie. Juist. Nou ja, en natuurlijk Roderick kan niet ontbreken. Nee, en want dat is onze privéchauffeur. Even namen als verrassing. Nog een lieve schat mee. Wil jij je even voorstellen aan mijn vrienden? Mijn naam is Jessica. En ik ben een hele goede vriendin / zus van Karin. Dus dat ben je van mij? Een surrogaatdochter. Ja. Dus daar zijn we helemaal blij mee. Ja, ja. Zou me dat lukken? Oh, ik heb zo een probleem met dat onderste gedeelte. Oh, het is wat. Zo. Kijk, daar ging die al. Ga, ja. Oh ja, mijn schroef zit ook los. Die wil ook niet meer. Ik moet hem mee naar de winkel. Nee, u moet wat anders gaan bestellen. En dat is beter, hè? Dan die mama nu heeft. Nee, maar hij draait door. Ja, maar u moet deze niet hebben. Hebben we ook al nagevraagd. Oh, nou het zal. Hij deed het tot nu toe steeds. Zo, ik heb het allemaal weer opgeruimd en het suiker dat zit hier weer in. Oh. Dat is niet zondag, hè? Maar oké, okay, ik zou zeggen, wij gaan lekker genieten. En ik zeg, tot straks maar weer. Doei doei! Oeh, daar gaat hij al. Zie je? Hij valt er gewoon af. Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, zijn Karin, Roderick en ik vergeet iedere keer nog haar naam, hè. Wat is dat erg. Maar ze zijn in ieder geval al heel geruime tijd weg. Ik heb zelfs al tranen laten vloeien en dat door één persoon. Althans, meerdere personen, maar de leider ervan is André Rieu. Zo mooi. Ja, nou is er een film bezig, een kerstfilm, 11. Enkel er is momenteel even reclame en ik ben met koffie bezig. Dus ja, de dag die gaat weer vorderen, zodat het weer donkerder gaat worden. Maar mijn houder van de lamp, die schroef die in mijn camera moet, die is op een of andere manier lam. Want ik heb hem nou op de camera op dat driepootje staan. Die flexibele driepoot. En dat zit wel goed. Maar die schroef van die houder, ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het echt niet meer. Ik heb alles geprobeerd. Roderick die heeft ernaar gekeken. Maar eens eventjes zien. Dat is dat schroefje wat eronder hangt. Ja, nou, hij valt er vanaf. Ja, het is wel mijn lamp, hè. Mijn houder van mijn lamp. Waar de camera dan nog bij op kan. En die poot die nou onder mijn camera zit, weer eronder in kan. Maar ja, ik moet hem maar weer mee naar de winkel toe. Want ze moeten maar wat verzinnen weer. Ja. Ik hoop het niet voor Jan met de korte achternaam. Nee, en het heeft me genoeg geld gekost. Het was over de 50 euro, dus mag het even. Doe maar. Oh ja, dan moet die weer in. Ja, kom op. Zo. Zit weer in elkaar geklapt. Dus ja, ik weet het verder zo ook niet. Ik ga nog een bakje koffie schenken. En zo, koffietijd. Dat, ja, ik weet het verder dus ook niet. En ze moeten er maar naar kijken. Ik heb toch verlichting zo nu nog bij de camera nodig. En ik moet nou eventjes zonder doen totdat het opgelost is. Ja, dan zit ik maar in donker. Ik kan er niks aan doen, liever. Nee. Het moet nu eenmaal zo, lieve mensen. Ik kan er echt niks aan doen. Nou, dat tasje, ja. Ik kreeg een paar dingetjes ook voor Karin. Hartstikke leuk.
En dat zat in een tasje met... it's Christmas time. Leuk, toch? Ja, leuk. Helemaal geweldig. Ja, ik kreeg een peper- en een zoutstelletje. Lachen. Ja. Dan zeg je inderdaad, dat is voor elfjes. Of kaboutertjes. Ik zal het hier op tafel neerzetten. En dan zal ik... Dat is het. Hoe klein wil je het hebben? En die kinderen af. Er zit een plastic dingetje onder. Dan kun je vullen met zout of peper. Het is maar net wat je erin wil hebben. Nou, hartstikke grappig, toch? Ja. En kaarsen kreeg ik. 4 paar. Hier nog. Nou, en dan kreeg ik nog een setje met potjes. Dat zit in een doosje. Waar heb ik dat neergelegen? Oh ja, dat ligt daarin in die kast, maar dat heb ik bovenin neergelegen. Dus kijk nou niet bij. Dat, maar ik heb zelf ook zo'n potje. Daar heb ik paperclips enzovoorts in. Ik had een dekseltje is van dat setje wat ik van Karen en Roderick kreeg. Is dat dicht? Maar ik heb het ook wel dicht, maar het is een glas of plastic. Kijk, zo'n potje. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen. Nee, gaat niet. Ik zal even weer naar de tafel. Zo'n potje. Doorzichtig, dus van glas. Dat is het model. Ja, en dan is het hierbovenop is het ook zilverkleurig. En dat is bij mij ook glas. Dus ja, dat vond ik wel even komisch. Hé, hey, ik heb zo'n potje met een heleboel spulletjes in. Ja, wel makkelijk om daar dingetjes in te bewaren. Paperclips in te hebben. En ja, je moet bij zo'n paperclip verlegen zijn. Nou ja, dan zit je, hè. Maar oké, lieve vrienden, ik zal lekker een bakje koffie gaan doen, wat lekkers erbij. Koffie heb ik al, dan ga ik nog wat lekkers maken. En dan ga ik wel lekker televisie kijken. En er staat nog een vlog op deze camera van gisteren, dus die haal ik er nog even af. Ik kan die ook weer in elkaar zetten. En dan zien we wel weer. Ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. Doei doei! Nog niet te zien, of wel? Niet. Ja, mevrouw. Mevrouw. Je ziet het niet echt goed. Nee, het is nevelig. Maar daar, ik zie stralen door de lucht. Je ziet maar een beetje. Het is wel een mooi gezicht hoor. Het zit op 2 punten uit de stad vandaan. Van vorig jaar kwam het bij de Oude Rijkswerf, oftewel Cape Holland vandaan. Maar ja, ik kan er niks anders van maken. Het moet niet zo nevelig zijn. Het is te nevelig. Sorry, misschien morgen weer. Thank you.